Ja. Nou, give it up voor Koen van Gestel. Dankjewel, Baris. Nou, allereerst goedemiddag. Kan er nog een talk bij naar het vol programma van vandaag? Goed, ik wil eerst even beginnen met een kleine, bedanken van de organisatie. Bedankt dat ik hier dit verhaal kan vertellen, maar ik wil vooral de hele community, de Drupal community, allereerst bedanken. Want zonder de community was dit evenement er niet geweest en had ik dit verhaal hier sowieso niet kunnen vertellen. Dus dank aan de community. Kleine unit test om even te beginnen. Laat even allemaal je handen zien, even kijken of ze het allemaal nog doen. Ja, dankjewel. Ik wil graag handen zien wie van jullie kijkt vandaag de dag meer videocontent dan dat hij 10 jaar geleden deed. De meerderheid, verreweg. Dan zou ik graag handen willen zien van mensen die nog dagelijks of wekelijks gebruik maken van wat wij noemen lineaire televisie. Ja, dat is een stuk minder inmiddels. Wie van jullie deed dat 10 jaar geleden nog wel? Nou, dank voor deze korte samenvatting van wat we ook wel noemen digitale disruptie. Er scheelt weer een heleboel slides. Ik ga vandaag niet in op de veranderingen in het consumentengedrag van media, want ik heb gemerkt dat dat eigenlijk op elk verjaardagsfeestje een onderwerp van gesprek is. En ik kan jullie zeggen, ik kan er 10 slides van laten zien. Maar dat wijkt niet heel erg af van wat je in je eigen omgeving al ziet. Mijn naam is Koen van Gestel. Ik ben hoofd web en app development bij RTL. Ik ben ooit rond het millennium begonnen met het bouwen van websites voor bedrijven en lokale overheden. En ik kwam toen al achter wat digitale disruptie betekende. Wij bouwden websites voor gemeentes en daarmee zagen we eigenlijk al een hele industrie van gemeentegidsen. En vroeger verspreidden de gemeentes hun informatie in gemeentegidsen. Dat was een mooie bedrijfstak, die verdwenen daardoor helemaal. En toen ik daarna 3 jaar geleden in de media begon, zag ik dat daar de disruptie eigenlijk nog veel langer al gaande was. En ook veel sporen van vernieling achter zich laat. Ik hoef maar het te hebben over de muziekindustrie. We weten allemaal hoe dat ongeveer veranderd is als je het vergelijkt met 20 jaar geleden. Televisies, kranten, we hebben daar natuurlijk allemaal last van gehad. Nou, bijna al dit soort presentaties beginnen vaak met digitale disruptie en ik kan het ook eigenlijk niet overslaan, want toch wel het startpunt van dit verhaal en ook het uitgangspunt van wat wij als RTL met Drupal doen. Nou, waarom vertel ik dit verhaal? Waarom denk ik dat wij vanuit de media dit verhaal met jullie willen delen? Allereerst volgens Gartner is de media-industrie de industrie waar de veranderingen en de digitale disruptie het hardst heeft toegeslagen en waar de veranderingen het snelste gaan. 87% van de leidinggevenden gelooft dat digitale technologie hun industrie gaat raken. En slechts 44% daarvan denkt er ook daadwerkelijk klaar voor te zijn. Dus alles wat jullie van mij kunnen leren vanuit de media-industrie, hoop ik dat je je voordeel mee kan doen. Ik wil daarbij een kleine disclaimer geven. Dat bevat natuurlijk open deuren. Sommige dingen doe je natuurlijk al lang op die manier. Die heb je al een keer gehoord. Nou, voor de mensen die op die weg zitten, hoop ik dat het in ieder geval een aanmoediging kan zijn om op die weg verder te gaan. En last but not least, is het natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan gedaan. En dat geldt ook voor ons. Eerst nog even over ons bedrijf RTL. Radio Televisie Luxemburg, in Nederland inmiddels 30 jaar actief. We zijn onderdeel van de Bertelsmann Groep, wat een Duits bedrijf is wat oorspronkelijk al 150 jaar oud begon als boekenuitgever. Jullie kennen het misschien omdat ze ook bijvoorbeeld Penguin Random House, de Penguin Pockets, kennen jullie misschien van. Ze waren ook ooit degene die bol.com in Nederland de eigenaar daarvan waren. Dat hebben ze uiteindelijk verkocht. Maar bol.com staat ook voor Bertelsmann Online. Een onderdeel van Bertelsmann is RTL Group, waar RTL Nederland weer onderdeel van uitmaakt. En vanuit daar ga ik het verhaal vertellen. Onlangs heeft RTL een acquisitie gedaan van het bedrijf Brandelli. RTL verkocht al natuurlijk alle spotinkomsten op hun eigen kanalen. En sinds kort, sinds de aankoop van Brandelli, verkoopt RTL ook de spotreclames op zenders zoals de History Channel, CNN, Fox.
Daarmee zijn we met recht wel een massamediabedrijf te noemen. Hier wat cijfers die aangeven waar we het dan over hebben. Alleen al op lineaire televisie doen we 8,9 miljoen televisiekijkers bereiken we dagelijks. Hier de cijfers voor online video en web. En we hebben onszelf tot doel gesteld. En dat is het ambitieuze doel wat wij voor onszelf op de horizon hebben gesteld. Om van elke dag moet elke Nederlander 1 uur RTL-tijd wij pakken eigenlijk 1 uur van de mediaconsumptie van elke Nederlander. Dat is ons uiteindelijke doel. En dat doen wij, want we hebben onszelf ook opnieuw moeten uitvinden als een bedrijf dat verhalen vertelt die raken in hart en hoofd. We hebben uiteindelijk, als je diep graven van wat we nou eigenlijk zijn, dan komen we daar toch op uit. En dat is vaak het startpunt van een transitie. En mooie voorbeelden zijn in de hele geschiedenis te vinden. Ik vind zelf het verhaal van 3M altijd heel erg mooi. Dat is een bedrijf, dat is de Minnesota Mining Company. Die zijn ooit begonnen met het maken van apparaten voor... die zijn eigenlijk begonnen met, zoals iedereen in de Gold Rush, met mijnen exploiteren. Toen kwamen ze erachter dat ze eigenlijk betere gereedschappen hadden dan hun concurrenten. Vooral het schuurpapier. En waarom was hun schuurpapier zo goed? Nou, omdat ze kennelijk een hele goede lijmsoort hadden. En inmiddels zijn ze een bedrijf geworden wat je overal in de publieke ruimte, zelfs in Nederland waar je om je heen kijkt, zie je wel een 3M-product. Onder andere het wit op de wegen, het plakmiddel waarmee de verkeersborden aan elkaar hangen. Dat is allemaal van 3M. En dat allemaal omdat ze terug zijn gegaan naar hetgene waar ze nou eigenlijk echt goed in zijn. En dat is in ieder geval dus het maken van kleefmiddel. Voor ons geldt het, het vertellen van verhalen die raken in hoofd en hart. Een kleine introductie nog over RTL in dit filmpje. Dit is denk ik het RTL dat jullie kennen, in ieder geval vooral van de televisie. Maar ja, wat heeft Drupal daar nou mee te maken? Dat is een verhaal wat ik zelf echt vanuit hart en hoofd kan vertellen, omdat ik van dichtbij heb meegemaakt. Voordat we aan Drupal toekomen, nog even een kleine blik op de toekomst. Waarom denken wij als RTL in de toekomst nog relevant te zijn? Ondanks het feit dat we zien, je ziet misschien in je eigen familie of gezin dat er steeds meer lineair televisie gekeken wordt. Wij zien toch echt wel toekomst in wat wij doen. We zien dat de behoefte aan VOD-content, kijk naar Netflix, kijk naar Videoland, dat is een markt die nog steeds aan het groeien is. Dat is een hele spannende markt. Disney gaat eind van dit jaar zich ook op die markt begeven. Wij staan als met ons Videoland-merk in Nederland wel heel sterk, vooral door onze lokale content. En dan zien we toch dat onze concurrenten, zoals Netflix en Disney, het daar wat moeilijker hebben om dat stuk te pakken. Dus daar zijn we goed in, daar willen we verder in doorgroeien. Een andere markt waar we in door willen groeien is niet alleen met abonnees, wat voor RTL eigenlijk een nieuw fenomeen is. Voorheen haalden we ons geld bij de adverteerder en daar maakten we programma's voor. Is dat dat spel gewoon door blijft gaan, alleen het verplaatst zich van televisie natuurlijk meer naar het internet. Dat is geen makkelijke weg. Deze quote is van iemand die weet hoe moeilijk het is om dingen te veranderen. Ik weet niet of hij nou het beste voorbeeld is van iemand die ook agile is gebleven. Maar hij is in ieder geval wel iemand die,
die ooit een revolutie teweeg heeft gebracht in zijn land. En hij raakt natuurlijk de spijker op zijn kop met de vaststelling dat dat geen eenvoudige verandering is. Dat is bij RTL ook niet geweest. Ik hoop in deze presentatie jullie een aantal takeaways mee te geven. In ieder geval samengevat in drie kernpunten. En degene waar ik mee wil beginnen, waar wij als RTL als eerste tegenaan zijn gelopen, is namelijk je eigen organisatie even kritisch onder de loep nemen. Wees agile, durf jezelf te reorganiseren. Dat is geen eenvoudig proces. Ons verhaal met Drupal begint bij RTL Nieuws. Wij beginnen klein, zoals je in Agile natuurlijk doet. Je werkt van kleine producten naar een steeds groter proces. We hebben gemerkt dat het helpt om de rest van je organisatie mee te nemen in de verandering. Ik weet niet wie gebruikt er al Agile, Scrum of een van de afgeleide versies in zijn bedrijf. Nou ja, iedereen. Dus ik ga dat verder niet uitleggen. Wat wij wel hebben geleerd is dat het heel belangrijk is, denk goed na over wie je in je Scrum teams plaatst. En vertel ook gewoon aan je stakeholders, blijf bewijzen van waarom die methodiek werkt. Een harde strijd in een bedrijf dat al 30 jaar op dezelfde manier werkt zoals RTL was natuurlijk van ja, hoe ga je die teams samenstellen? Dat is een harde les, want ja, de vuistregel die ik gebruik is, kan je iets, ja, dan hoor je in een team. En wil je iets, ja, sorry, dan zit je niet in een team. Dus stop ook geen mensen in een team alleen maar omdat ze een stakeholder zijn of om iets willen. Het is niet erg om een stakeholder te zijn. Je kan een hele belangrijke stakeholder zijn, je kan nog steeds heel veel invloed uitoefenen. Maar je hoeft daarvoor niet per se in een team. Dus in die teams, stop erin de skills. En verder, wat iedereen hopelijk ook al lang achter is gekomen. Als je een bedrijf bent wat zegt van één keer in de drie jaar een projectleider aanwijst. En zegt, oké, we gaan weer eens even met de website aan de slag. En je krijgt vervolgens van een externe partij die je daarvoor in hebt gehuurd. De boodschap van, dan moeten we alles opnieuw bellen, opnieuw gaan bouwen. Nou, als dat de situatie waarin je zit het geval is, ja, dan ben je echt af. Je zet gewoon eenmaal een product als het van groot belang voor je business is. Dat zet je niet eventjes één keer neer. Pas daarna begint het pas. Bij RTL Nieuws zijn we begonnen met Drupal. Dit waren de requirements. We wilden natuurlijk flexibiliteit, we wilden lage kosten. En het moest robuust en schaalbaar zijn, want er is ook nog zoiets als breaking news. Dus er zijn momenten waarop er in één keer van het een op het andere moment gewoon 1,5 miljoen bezoekers zich op je website melden. En nou, daar moesten we ons product natuurlijk op aanpassen. Wat voor ons heel belangrijk was, en daarom zijn we bij Drupal uitgekomen, is de ervaringen die we hadden met andere content management systemen, was dat je vaak een soort van vendor lock-in terecht kwam. Je zat aan een partij vast. Dat wilden we allemaal niet. We wilden een systeem waarmee we met meerdere partners konden samenwerken. We hadden als doel om het uiteindelijk ook gewoon zoveel mogelijk zelf te kunnen doen. Nou ja, het is moeilijk om developers te vinden, dus we wilden dat we in ieder geval met CMS gingen werken waarbij dat spel gespeeld kon worden. En alleen de Drupal zich uitstekend voor. We zijn toen begonnen, en dan heb ik het over 2013, met een Drupal 7 installatie. We hebben een uitstekende partner gevonden in iBuildings, die bij ons de eerste versie heeft neergezet. Ik zat er toen nog in mijn eentje, als projectleider. En iBuildings heeft in ieder geval geholpen om ons team verder uit te bouwen. Dus die hebben niet alleen de techniek geleverd, die hebben ons ook geholpen om zelf mensen aan te nemen, om de juiste skills aan te leren. En dat is een heel groot onderdeel geweest van ons succes. En uiteindelijk wilden we ons natuurlijk transformeren naar echt een pure DevOps organisatie. En we hadden onze eerste monolith staan. Alleen voor RTL Nieuws. Deed alleen maar dat. Maar we hadden in ieder geval een beginnetje gemaakt. Vanuit daar zijn we verder gaan ontwikkelen. En daar komt het woord partnerships weer van belang. Ben je een organisatie of die gebruik maakt van externe leveranciers, hou ze op de hoogte van je plannen, liefst zo vroeg mogelijk. Laat ze meepraten, meedenken. De partijen die zaken met mij doen, die weten dat dat kan soms misschien heel lang duren. Misschien praten we een jaar over dingen. Maar dan in één keer bel ik en dan zeg ik, ja, het gaat nu echt gebeuren en we hebben volgende week mensen nodig. Meestal hoeven we dan alleen maar te starten. En iedereen weet dan eigenlijk al wat we nou precies gaan doen. Dus het helpt gewoon echt enorm om die partijen waar je mee samenwerkt, om die gewoon heel betrokken te houden bij strategie en bij ideeën. Je krijgt daar heel veel goede ideeën voor terug. En het helpt je gewoon wanneer je ze ook echt gaat uitvoeren. Nou, in eerste instantie, wat ik al net al zei, de community heeft ons natuurlijk enorm geholpen daarbij.
Verder hebben we iBuildings, Igenic, Acquia, Ordina, Aubergine IT. Die hebben ons allemaal geholpen door met ons in dialoog aan te gaan van wat doe je nou eigenlijk, wat wil je nou eigenlijk. En Drupal maakt het mogelijk dat je dit spel met meerdere partijen tegelijk kan spelen. Dat is voor ons een enorm voordeel geweest. Oh, even nog terug. We hadden dus die monoliet staan. En het smaakt al snel naar meer. RTL Z wilde een eigen website. RTL Boulevard wilde een eigen website. Hoe gaan we dat oplossen in Drupal? We hadden op dat moment Drupal 7 twee manieren om multi-site publishing te doen. Eentje met namespaces, eentje met waarin die ook niet precies deed wat we wilden. En wij zijn gewoon ongelooflijk eigenwijs bij RTL. Dus we wilden het allemaal zelf gaan verzinnen. Dus we hebben onze eigen multi-site publishing oplossingen gebouwd, gebaseerd op taxonomie, waarin sites eigenlijk de hoogste in de hiërarchie zijn en daaronder dan secties zitten waar je op kan publiceren als redacteur. We hebben dat eerst in Drupal 7 gedaan, daar hebben we heel veel van geleerd. We zijn met heel veel dingen op ons bek gegaan, maar uiteindelijk, toen Drupal 8 kwam, kon het spel pas echt gaan spelen. Ik ben nog steeds ontzettend dankbaar voor Drupal 8. Een solide fundament erop, eindelijk juist de principes goed waar je op kan bouwen. En toen zijn we eigenlijk deze architectuur gaan neerzetten die ons in staat stelde om met één shared codebase, één database, meerdere redacties te laten werken en op meerdere platformen te laten publiceren. Dus het is niet gek als je bij ons op Boulevard komt dat je hetzelfde artikel ook nog tegenkomt op RTL Nieuws. Er zijn hele andere gebruikersgroepen. Het levert ook wel zijn eigen problematiek op als het gaat om SEO. Maar daar zijn we uiteindelijk allemaal achter gekomen in Drupal 7 al hoe we dat wilden hebben. En is onze Drupal 8 installatie al meteen een stuk beter daardoor geworden. Hoe hebben we dat aangepakt, die beweging naar Drupal 8? Want we wisten, we staan onze volledige herbouw te wachten. Ik denk naast agile zijn is het ook wel goed om agile op een wat meer lange termijn visie te zijn. En voor jezelf al een puntje op de horizon te planten waar je zegt, hier gaan we echt een grote verandering in. Dus we hebben toen eigenlijk buy-in gekregen van de business om ons in ieder geval een jaar te concentreren op het bouwen van een nieuw platform. Terwijl we natuurlijk wel alles wat we in de lucht hadden met Drupal 7 ook nog gewoon bleven ondersteunen. We hebben ondertussen een jaar lang kunnen doorwerken aan de kern van ons platform. En dat klinkt dan heel, als je dat moet uitleggen aan je hoofdredactie, waarom je daar een jaar voor nodig hebt, dan heb je wel wat uit te leggen. Maar gelukkig kregen we die steun. dat heeft ons in staat gesteld om daarna in 2 tot 6 sprints MVP's voor al die titels te kunnen neerzetten die we voor ogen hadden. De kortste was echt bright.nl. Daar hebben we zowel de website als de apps echt gewoon in 4 weken tijd van de grond af aan kunnen opzetten. En dat is met een heel goed resultaat, al zeg ik het zelf, tot gevolg. En ja, we hebben natuurlijk onze continuous integration en continuous delivery moeten we natuurlijk ook nog doen. Dus nog even, in 2017 dus Drupal 8 uitgepakt, daar al onze kennis in gestopt om vervolgens in november RTL Boulevard te kunnen lanceren. Dan moet je vervolgens weer even terug, want iedereen weet dat als hij live gaat dat dan de meeste problemen pas echt aan het licht komen. Dus hebben we nog even aan het product kunnen sleutelen en daarna weer even tijd kunnen stoppen in die kern die we hadden gebouwd. Toen in april Bright gelanceerd op dat Drupal 8 platform, terwijl RTL Nieuws en RTL Z op Drupal 7 nog gewoon doorliepen. En we hadden een export lopen waardoor alle content die in Drupal 7 werd gepubliceerd gewoon ook geïmporteerd werd in een nieuwe vorm in Drupal 8. En toen gingen we pas echt snelheid maken. Toen hebben we eigenlijk in 1 week tijd, en dat was ook toevallig dezelfde week dat de reorganisatie bij RTL in werking trad en ik in een nieuwe positie kwam waarin ik in 1 keer verantwoordelijk werd voor veel meer websites en apps binnen RTL dan alleen maar voor nieuws. En in mijn eerste week konden we meteen 3 sites uitrollen. Gaan we nooit meer doen trouwens. Dat is geen tip om dat allemaal in 1 week te proppen. Maar we gingen toen live met RTL Nieuws, RTL Z en inmiddels ter ziele RTL Late Night. En daar hebben we in januari hebben we daar nog VTBL aangeplakt. Dit allemaal in een jaar neerzetten, goede resultaten behaald. Bijna al die platformen die zijn 30% in gebruikers gestegen sinds we dit gedaan hebben.
kwamen we in de situatie terecht dat we dus in één keer 8 websites te ondersteunen hadden, 10 apps, 150 miljoen pageviews per maand, 100 redactionele gebruikers, die natuurlijk ook allemaal ideeën hebben, die bellen, die tegen zaken aanlopen. En dat allemaal met een team van, wat is het, 5-6 man, om dat allemaal te ondersteunen. Eigenlijk was de opdracht daarmee geslaagd, want de doelstelling was met zo'n klein mogelijke groep zoveel mogelijk bereiken. Dus enerzijds opdracht geslaagd, maar inmiddels trok onze monoliet ook de aandacht van de rest van RTL en werd de demand voor Drupal die werd steeds groter. Het heeft heel erg aanstekelijk gewerkt. En het nadeel is als je in 2 sprints een nieuw product kan opleveren, is dat mensen verwachten dat je dat dan ook weer elke keer blijft doen. Dus de situatie waarin we, deze sla ik nog even voor straks, waar we nu in zitten is dat we nog steeds dat kleine team hebben. Het backlog, het filmpje doet het helaas niet, maar deze backlog die bevat zo'n 600 items. Dat betekent dus dat we als RTL Boulevard komt moeten zeggen, ja sorry, we zijn nu even bezig met dit en met dat, waardoor we natuurlijk stakeholders krijgen die inmiddels wel ongeduldig beginnen te worden. Dus toen kwamen we een beetje in de situatie terecht van wat hebben we onszelf op de hals gehaald. We ondersteunen nu zoveel merken, zoveel belangen en we doen het met zo'n klein team. Het kost inderdaad heel weinig geld en het is allemaal heel efficiënt. Maar zijn we nu eigenlijk nog wel zo agile als we willen zijn? Dan geven we alles wel de aandacht die het verdient. Daardoor moesten we toch echt gaan nadenken over nieuwe oplossingen. En kreeg Drupal bij ons ook een andere rol. Wat voor ons in ieder geval heel belangrijk werd, is om focus aan te brengen. Ik hoef jullie niet te vertellen dat ideeën, die hebben we allemaal. Dus als je met een klein groepje mensen gaat zitten, dan heb je natuurlijk binnen een halve dag, kan je zo een backlog met 100 user stories vullen, met allemaal geweldige ideeën. Maar dragen ze ook echt bij aan wat je aan het doen bent? En doe je wel echt wat je aan het doen bent? Dat is ontzettend moeilijk. We hebben een stapje terug gedaan en we zijn naar die backlog gaan kijken. We zijn als RTL naar onze activiteiten gaan kijken. En we hebben echt gewoon geleerd dat we focus moeten aanbrengen. En vooral moeten gaan hebben over de dingen die we wel en die we niet gaan doen. En daar heb je een conflictmodel nodig. Dit is een proces wat je niet kan aangaan zonder met elkaar in conflict te komen. Het is ook heel erg belangrijk dat je die conflicten hebt. Ga ze vooral ook niet uit de weg, zou ik zeggen. Maar voer ze gewoon op een constructieve manier. De mensen waar je de hardst mee in conflict gaat, worden uiteindelijk je beste vrienden, omdat je elkaar gewoon veel beter begrijpt. Ik zag net dat ik nog 5 minuten heb, dus ik ga deze slide even overslaan. Uiteindelijk hebben wij die prioriteit allemaal op een rijtje gezet door dat wat we aan het doen zijn te mappen op onze strategie. En vanuit onze strategie zijn we gaan kijken of we wel de technische capabilities hebben om dat allemaal te ondersteunen. En als je dat dan in kaart brengt, dan krijg je zo'n model. Waarmee je, heel handzaam is het niet, maar het helpt je wel om in te zoomen. En die tool die wij hiervoor gebruiken, daar kan je ook al naar gelang de business priorities van verschillende strategieën de bollen groter en kleiner maken. En dan kan je echt interessante discussies gaan hebben van welke features je eerst moet bouwen om een bepaalde strategie te ondersteunen. Inmiddels zijn we onze volgende stap begonnen, namelijk Drupal heeft een hele nieuwe rol gekregen binnen ons bedrijf. We willen namelijk nog veel meer producten gaan neerzetten dan alleen al die 8 websites en 10 apps die we hebben. En zijn we aan het bewegen naar een microservices gebaseerde architectuur, waarin Drupal eigenlijk meer als content repository en content management systeem gebruikt gaat worden. En we nu dus echt van die monoliet af moeten en echt decoupled moeten gaan. Als je daar vragen over hebt, het team zit hier vandaag en morgen bij de RTL stand. Dan kunnen jullie daar meer over vertellen. En op deze manier hopen we nu bij RTL eigenlijk te doen wat we moeten doen, namelijk empower the stars. We proberen onze doelstellingen op deze manier op één lijn te brengen. Nou, mocht je geïnspireerd zijn door dit verhaal en denk je van ik wil er onderdeel van zijn, kan ik een nieuw tv-format hier nu lanceren. Speciaal voor Drupal Jam, alleen vandaag en voor morgen. En dat is de So You Think You Can Code Challenge. Ja, ik vind dat wij als RTL mogen zo'n grap maken. De jury die zal wederom bij de RTL-stand te vinden zijn, te herkennen aan het niet dragen van RTL-t-shirts. Individualisme is groot goed bij ons.
En ja, mocht je door die challenge heen, dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we natuurlijk altijd op zoek zijn naar, naar versterking om ons te helpen in dit proces. Of dat nou als partner is of als, liefst hebben we natuurlijk mensen in dienst, want daar zijn we natuurlijk mee bezig om dat team te laten groeien. Maar praat met ons, dat is de beste manier waarop we samen verder kunnen komen. Ik kom hier iets eerder bij het einde van mijn verhaal dan ik had gehoopt. Maar, dat is mijn schuld. Ik zou 10 minuten voor het einde aangeven dat ik nog 10 minuten had, maar ik zat niet op te letten. Dus. Net. Zijn er vragen? Zijn er vragen? Michel. Michel. Ja, ik zag in de architectuur dat jullie native iOS en Android gebruiken. Is dat in de nieuwe architectuur ook het plan? Zeker. We hebben lang over nagedacht. Er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop je apps kan bouwen. Je hebt ook tooling inmiddels daarvoor om dat te doen. Waar we achter zijn gekomen is als je zo'n curve maakt van complexiteit van features, is dat je zit je low in complexity dan, en je moet veel bouwen, dan loont het echt om zo'n tool te gebruiken. Maar ik had je ook al verteld, we heel eigenwijs zijn bij RTL. En dus een hoge complexiteit van features hebben en inmiddels ook best wel veel SDK's van onszelf en van anderen erin in ons product moeten integreren. En daar lopen we dan vast met zo'n tool. Dus dat is een van de redenen waarom we vast blijven houden aan native. En daarnaast levert het natuurlijk ook gewoon een goede user experience op. En nog steeds ja, toch iets beter dan React, native of andere soortige technieken die je daar kan toepassen. Beantwoordt dat jouw vraag? Ja? Nog meer vragen? Nou, dan wil ik jullie bedanken voor jullie tijd. En ik wens jullie nog een fijne voetbaljam. Koen, blijf ik even staan. Ook voor jou komt er nog een... Koen. Oh. Voordat je wegrent, we hebben nog een voor jou, ook voor jou een mooi. Oh, geweldig. Oh, dat vind ik heel leuk. Hey, dankjewel. Goed, dankjewel. En dan is content marketing heel geschikt, omdat content marketing helpt de consument om waardevolle informatie te krijgen. Waardevolle informatie die entertaint, informeert, inspiratie biedt en die eigenlijk niet zozeer bedoeld is om producten heel erg opdringerig naar voren te brengen, niet om producten te pitchen, maar om juist consumenten te helpen in hun journey.
En volgens onderzoek onder content marketeers verwachten ze ook heel veel impact van. Marketeers denken van ja, nee, content marketing, dat blijkt uit internationaal onderzoek, dat blijkt uit nationaal onderzoek, die verwachten heel veel impact van content marketing, meer dan wat van andere kanalen. En toch hoor je ook wel vaak, ja, dat is wel zo, maar er zijn heel veel vragen die leven over content marketing. Want ja, het klinkt in theorie heel goed en het is ook heel prettig om je eigen merkverhaal te kunnen doen. Maar heb je dan geen reclame meer nodig? Is het zo dat het eigen merkverhaal zichzelf genoeg vertelt? Nou, sommige puristen vinden dat, maar ik denk van niet. Ik denk dat je vaak toch een soort samenspel moet hebben tussen reclame enerzijds en content marketing anderzijds. Omdat je ziet dat omdat content marketing niet opgedrongen is, het is niet een verhaal wat je zoveel mogelijk pusht, maar eigenlijk de consument het zelf laat vinden, heeft dat een vaak wat lager bereik. En om dat bereik wel te stimuleren, zodat dat mooie merkverhaal wel genoeg gevonden en gelezen en geconsumeerd wordt, heb je vaak reclame nodig om het aan te jagen. Vandaar dat er een goed samenspel nodig is tussen reclame en content marketing. Wat vaak ook gedacht wordt, is dat content marketing eigenlijk wel genoeg gemeten kan worden met de eigen metrics.